PVV-leider Geert Wilders is geërgerd weggelopen na een vraag van Floor Bremer over het versturen van ontactische tweets tijdens het formatieproces. Hij noemde haar zuur en nam de benen. En dat terwijl ze, volgens Hart van Nederland-verslaggevers Merel Eck en Sam Hagens, gewoon een heel terechte vraag stelde aan de politicus. Politiek verslaggever Thomas van Groningen vindt het opvallend. Je merkt dat Floor Bremer van RTL vrij makkelijk door dat masker van Wilders heen prikt en dat hij dan geïrriteerd raakt en dan maar wegloopt en zegt die zuurheid altijd. Dat is een showtje natuurlijk. Hij probeert een andere kant te laten zien, zegt hij in op één. Wat vindt Frits Wester, een collega van Floor bij RTL, ervan? Hij zegt in de podcast Politiek vandaag: Ja, iedereen kiest zijn eigen woorden. Geert ook. Podcast-host Sam Hagens vindt het twijfelachtig. Ja, maar zo doen tegen journalisten. Ik begreep dat hij eerder ook onaardig is geweest. Hij heeft journalisten natuurlijk ook, tuig van de regel, genoemd een paar jaar geleden. Wat vind je daarvan? Frits, die Wilders naar eigen zeggen al veertig jaar kent, daarop, ja, dat vind ik niet de meest briljante kwalificaties. Ik zou zeggen, neem altijd even de rust voor je antwoorden en ga niet lopen jij bakken, maar journalisten kunnen ook vervelend zijn. Maar goed, ik ga geen oordeel geven over mijn collega Floor. Sam steunt Floor. Het was een heel terechte vraag, toch? Frits, ja en blijkbaar had Geert er geen zin in. Ik heb nooit problemen gehad met Geert Wilders. We kennen elkaar natuurlijk ook al uit de tijd dat hij een jonge medewerker bij de VVD-fractie was en ik bij de CDA-fractie voorlichter was. Ik heb die ervaring met Geert nog nooit gehad. De mannen van vandaagens site snappen Wilders wel. Ik heb moeite met Floor. Ik vind het een eigenwijs vrouwtje. Dan trekt ze zo'n mondje en dan komt er een heel vervelend vraagje, al dus Johan Derksen. Collega René van der Grijp, een zuinig mondje. Ha 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 ha.